Hoi en letjes kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Als je mijn weekvlog van vorige week hebt gezien, dan weet je waarom ik om op zaterdag begint. Want wij gaan namelijk op vakantie. Wij gaan op wintersport. Super veel zin in. Heel veel mensen vragen zich af op wintersport eind april. Maar wij gaan naar de Dutch Week. Dat doen wij eigenlijk altijd. Dat is eigenlijk de laatste week dat je op wintersport kan. Dus daar gaan wij heen. Mijn ouders die zijn gisteren al weggegaan. En vandaag gaan ik en Rowan rijden 12 uur lang achter elkaar. En Raf rijdt met ons mee. En Timo, een jongen die met ons mee gaat op vakantie. We zijn eigenlijk met een hele grote groep deze vakantie. Volgens mij tussen de 15 en 20 man, dacht ik. Ik weet niet helemaal meer hoeveel het was. Maar we gaan met z'n allen in één groot huis. Dus één en al gezelligheid. Maar het is nu op dit moment 2:30 s'nachts. En ik ga even mijn spullen inladen in de auto. Zodat we zo kunnen vertrekken. Nou, eerste stop. Meen je dit? Hoe lang heb ik gereden? 3,5 uur of zo. En nu gaat Rowan rijden, want ik kakte helemaal in. We zijn in Luxemburg, dus gaat lekker, hè? Nou, stop nummer 3. En dan moeten we nog... Oh, oké, okay, als ik ga filmen, dan loop je door. Oké, als je gefilmd hebt. Oh, kijk, daar zijn Timo en Rafael. Nou, we hebben weer geplast, hoor. Ik mag niet filmen, we gaan weer door. Maar je meen dit? We zijn bij mama. Oh, we're made it. En we gaan nu lunchen bij de maken. Bij de om het Frans te maken. Ja, we gaan de hele week sporten, dus het mag. Dat mag. En, oh, je ziet het niet vanuit deze kant. Maar je ziet de sneeuw, maar dat laat ik zo wel zien. Oh, jawel, je ziet het wel. Daar. Ah, je ziet het niet heel goed. Straks. Lekker hoor, zo. Lekker eten. Met uitzicht. Ik heb dat nog niet verteld. Ik vertel jij. Doe eens zoek. Weg in de mond. Nee, ja, vertel maar mama, wat is er gebeurd? Ga maar, zoek. Vertel niet... mama, wat is er gebeurd? Zoek, nou, zoek portemonnee. Ze heeft gewoon mijn kredietkaart op de dak van de auto vergeten. Nee. We zeggen het heel even anders. Ik heb mijn portemonnee met al mijn pasjes laten liggen. Denk ik. Ik kan hem niet vinden. Het is gewoon vergeten. Ja, onder andere de creditcard. De pasjes en de kredietkaart van mama. Oké, de creditcard van mama. Maar ook mijn rijbewijs. En mijn... de kreditkaart van mama. Mijn pinpas. Mijn OV. Mijn zorgpas. Mijn kentekenbewijs. Alles. En de kredietkaart van mama. Ja, maar dat is nog... Ja, ook belangrijk. Maar... Dat is minst belangrijk, zou je zeggen. Dus, ja. En als we niet meer kunnen tanken om naar huis te gaan, dan ga je lopen. Ja. Maar we zijn er. Dat is een goede teken. Oh, ja. Nou, we zijn aangekomen in het huisje. Ik zie er echt niet uit van de reis, maar we zijn er. En de rest van de groep is onderweg. Dus ik dacht, ik ga even snel een huistour doen voordat de hele menigte er is. Want wij zijn als eerst. Het is best wel dof, maar ik ga het laten zien. Hier heb je een deur. Dan kom je hier binnen. Best wel een kleine doorgang. Dan heb je hier een klein dingetje. Dan ga je hierheen. Als je hierheen loopt, heb ik en Ro deze kamer al gelijk. Hier hebben we badkamer. Dus dat is wel nice. Dan hierheen hebben we hier een wc. En dan hier nog een badkamer. Maar we hier nog een kamer. En dan gaan we weer terug. Dan kan je nog deze kant op. Hebben we hier... Volgens mij een wc. Ja, wc. Nog een badkamer hier. En nog een kamer. Nog een kamer. Gaan we weer terug. Oeps. En dan gaan we de trap op. Gaan we naar links. Hebben we hier de woonkamer. Het keukentje. Lange tafel. En het woongedeelte. En dan hier het balkon ook weer. Even kijken. Dan gaan we terug. Dan hebben we hier... wc, kast, badkamer, kamer, nog een kamer hier. Ja, het is echt een dolf. Dan gaan we hier ook weer naar boven. En dan hierboven kom je hier links, de kamer van mijn ouders. En dan met Raf ook een badkamertje, kleine. Hier zo en dan hier als laatste een wc. Deze kamer. Volgens mij was dat het. Een beetje tof nog. Nu gaan we alle spullen naar boven brengen. En ik denk dat over een kwartiertje dat de hele boel aankomt. En dan moeten we straks ook nog onze skispullen gaan halen. De boots en zo.
Maar ik ga nu eerst helpen met alles erboven brengen. Ja. Ik ben bezig met mijn kast indelen. Dan hebben we dat maar gehad. Het is later. Ik weet niet hoe laat het is. Het is 7:45. Inmiddels hebben Ro en ik onze kamer opgeruimd. En hebben we de snowboard er zo opgehaald. Hebben ook gegeten. En ik ben zo moe. Ik kan echt niet gewoon. Ik ben echt heel moe. Dus ik denk dat ik ga douchen. Want het is of niet douchen of morgenochtend. Want ik wil gewoon mijn haar wassen. Dus ik ga gewoon nu even douchen. En dan ga ik gewoon mijn bed in. Ik kan niet meer. Ik heb ook nog maar. Ik denk 2 uur slaap gehad vannacht. Dus mag ook wel. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. En Ro en ik zijn klaar. Aangekleed. Om te gaan snowboarden de eerste dag. We moeten alleen even voor een helm. Want we hebben dus nog geen helm. En dat is wel. Kijk, skiën vind ik niet erg zo'n helm. Snowboarden is nog wel een dingetje. Zeker Ro. Ja, ik ook trouwens. Ik heb nog 1 jaar gedaan. Gewoon überhaupt snowboarden. Ja, kan niet. Dus wij gaan even een helm zoeken. En het is vandaag wel echt top weer. De zon schijnt lekker. En de hele week stond eigenlijk niet echt heel veel zon, maar meer sneeuw. Dus het is top. Ik neem mijn camera niet mee op spiezen. Ga ik niet doen, dus ik film gewoon mijn telefoon. En Ro had een GoPro, maar die is leeg of zo. Waarschijnlijk wordt het gewoon mijn telefoon de hele week, denk ik. Maar dat moet even kijken. Maar goed. Oh, en ik ga mijn snowboard vandaag zien, maar dat doe ik zo. We staan in de Mekong, want wij hebben nog dus geen helm. Ik heb ook geen helm kunnen vinden nog. En het is gelijk op de bronnen, mij niet heus. Wij hadden echt een mini-afdaling naar de winkel gedaan. En mijn snowboard zat niet goed vast blijkbaar. Dus ik ben heel hard op mijn plaat gaan daarvoor. Ik heb echt pijn in mijn heup hier, linker lies heup ding. Mijn bord is nu wel vastgemaakt, maar ik vind het echt niet leuk. Het was echt een afdaling van 2 seconden. Mijn bord, mijn voetding brak gewoon letterlijk af mijn bord. Dat vond ik niet zo erg nice, maar goed. Ook even in shock al gelijk, maar oké. Okay. Wat ik ook niet leuk vind is mijn jas. Die is nu natuurlijk helemaal vies. Ergens, maar hier. Zo. Ik heb hem echt net nieuw. Een mini afdaling van 2 seconden, maar ja. En ik had mijn Ray-Ban hierin zitten. Hoop dat die ook nog heel zijn. Zijn er! Arie! Nou, we zijn boven hoor. We gaan de eerste afdaling doen. Het uitzicht is prachtig. Let's go! Nou, we gaan even stoppen, even wat drinken. Misschien wat eten, weet ik eigenlijk nog niet. We stoppen echt bij een heel mooi uitzicht. Ik ga even kijken of ik goed kan staan. Heel erg mooi. En we gaan daar ergens zitten. Ik heb een pokeball als lunch. Hey, smakelijk! Ja, normaal is het. We hebben inmiddels al een andere afdaling gehad. En we gaan nu nog een afdaling doen. Maar het is heel pap gaan worden door de warmte. Dus ik ga beneden, want ze zijn beneden aan het wachten op me. Zo, ik ben ook weer terug. Thuis inmiddels. We hebben even op het terras gezeten, ook onderaan de piste. Nu ga ik douchen, want mijn gezicht is ook. We hebben in de zon gezeten. Maar het ziet er niet naar uit dat ik verbrand ben. Ofwel, want ik heb hier een of andere lijn lopen. Mijn haar lijkt ook vettig, terwijl ik heb het gisteren gewassen. Gisteravond. Maar ja, misschien door mijn helm ook, dat kan. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En wij zitten al... op de piste. Ik heb helemaal niet meer gefilmd vanochtend. Ik had het gewoon vergeten. Maar we hebben vandaag de GoPro. Dus hopelijk dat het beter filmen wordt vandaag. Ik hoop het. Maar het is wel heel ijzig. Dat vind ik echt wel een heel stuk minder. En we moeten echt even inkomen weer. Maar goed, we gaan even aankleden en dan gaan we.
En we zijn weer thuis. Ik zie er echt verschrikkelijk uit. Het is echt... Het was een lange dag vandaag. Veel langer dan gisteren. We hebben veel meer gedaan. Vanochtend was wel verschrikkelijk. Toen ik begon met de vlog, zeg maar. Toen het was echt heel ijzig. Dus dat was eigenlijk echt niet zo leuk. Dus eigenlijk gelijk na die afdaling waar we best lang over hebben gedaan. Zijn we even wat gaan drinken op het terras. En toen, ik denk een half uur of zo. En toen daarna was het eigenlijk al prima. Omdat vandaag zo erg de zon scheen. Ging het best wel snel. Qua dat de sneeuw pappig werd. En aan de ene kant is dat niet heel fijn. Want ik heb heel erg snel last van mijn enkel en knieën met pap. En het is gewoon veel meer werk. Maar aan de andere kant vind ik het toch ook fijner. Of zo met... weet je wel, remmen en dat soort dingen. Het ijs vind ik gewoon helemaal niet fijn. Dus dan toch liever dat pappige wordt. En ik heb geprobeerd te filmen met GoPro. Ik weet alleen niet wat de kwaliteit is. Want het is wel volgens mij een wat oudere GoPro. De GoPro's van Rome. Dus ik heb geen idee. En ik weet niet hoe het film ging. Want ik wilde echt gefocust op mijn bord. En niet dat ik mezelf onderuit haalde. En niet dat ik mezelf onderuit haal, zeg maar. Dus ik hoop dat het een beetje oké gefilmd is. En nu, ik zie er echt niet uit. Ah, moet opschieten, ik moet snel terug zijn. Het ergste is nog, ik probeer soms zonder bril langs de kant te gaan zitten. Maar met sneeuw gaat het niet, doet echt pijn in ogen. Omdat ik wil niet die ski wintersport gezicht. Maar ik heb het gevoel dat dat wel een beetje aan zit te komen. Helemaal met mijn neus. Die is weer verbrand vandaag volgens mij. En we wilden eigenlijk gaan zwemmen, want we hebben een zwembad bij dit... hotel, appartement ding. Maar ik heb het zo koud ineens. Op het terras werd het ineens heel koud. Dus de jongens gaan heel even zwemmen. En ik ga geen bad. Maar ik kwam er dus achter. Dat we volgens mij bubbels kunnen aanzetten. We hebben namelijk van die gaten hier. En als ik hier op druk. Hoor je dit. Dus ik denk. Ik weet niet of het werkt. Maar ik hoop het. Ik ben net in bad geweest. En nu is Ro in bad. En mijn gezicht was zo hard aan het branden onder warm water. En ik wist dat ik verbrand was, maar niet zo erg. Kijk mijn gezicht. Wat lelijk. Oh. Ik heb hier ook echt een korstje zitten waar ik niet vanaf kan blijven. Dat is echt heel erg. Kijk, als je nog mooi bruin wordt. Oké, maar... Dit is gewoon nog normaal, omdat ik gewoon een soort kolletje-achtig aan heb natuurlijk. Ja, het is echt heel erg. Nou, ik sta even in de kamer van mijn ouders om droog shampoo op mijn haar te doen. Want we gaan vanavond even naar een tentje. Eigenlijk nog niet gedaan deze week, omdat ik een beetje te moe was. En ik heb make-up er al op gehad, dus ik zie er niet uit. Maar ik heb ook echt iets heel nieuws te doen. En ik heb niet echt leuke outfits mee eigenlijk. Alleen maar dingen, zodat ik hoop dat ik het warm had. Dus ja, mijn outfit is niet leuk, maar ik moest wat. Het is vandaag... Welke dag is het? Dinsdag. En ik heb echt een beetje haast van mensen om aan het wachten. Ik ben even een stop gemaakt om te drinken. Dat is mijn heel mooi uitzicht. Maar het duurde even, want mama moest pas blokkeren. Die kwijt ben geraakt onderweg. Dus dat duurde even. Dus ik heb wat TikToks op kunnen nemen, maar nu gaan we weer. We hebben overlopen, maar het is wel heel mooi. We zitten in de skistift. En... Chloe had hem net even moeite. Huh? Zit aan de skietjeslift. Stootjeslift. Even kort mijn verhaal doen. Broer, dat zit helemaal in die skietjeslift. We hebben nog niet zo... Luister. Mijn bord zat net aan. Schat, ik kom verhaal doen voordat we zijn. De sneeuw... De sneeuw is wel echt oprecht heel goed vandaag, omdat het zoveel heeft gesneeuwd. Je ziet zeg maar niet de diepte heel goed, dus het is echt kut. En beneden wordt wel een beetje pap nu. Dus wij nemen nu nog één afdaling, denk ik. We hebben echt maar 2 uur geskiet. We zitten in die skino voor Sabor. We hebben zeg maar 2 afdalingen gehad over de hele dag. 2? 2. 3. 2. Oh, we hebben nu 2 gehad. Nu gaan we naar 3. Maar niet zoveel in ieder geval. Nee, maar we hebben ook een pauze gehad van een uur. Ja, dat is ook onnodig, maar... Dat is niet onnodig, mijn moeder moest bellen. Oh ja, inderdaad. In ieder geval, we gaan zo eten, want ik heb honger. Het is 1:30, we hebben nog niet gegeten. En dan daarna gaan we denk ik misschien langs zo'n soort van winkeltjes ding. Want ik ben ook mijn labello kwijtgeraakt, omdat iemand in de lift een labello moet. Je hebt, of je hebt je zak gewoon open laten staan, of je hebt hem naar beneden gegooid. Niet, ik heb hem in mijn zak gedaan. Ja. We'll be right back.
hebben middageten. Nee, zei maar. Wacht maar, zei je. Rafi heeft... Wat dat? Frietjes. Frietjes, ja. Dat. En Roan en ik deden deze pizza met een pannenkoek aan de piste. Lekker, lekker. Ik heb ook heel pijn aan. Oh ja? 2, 1, go! Yeah! Nou, het is inmiddels wat laat op de avond en ik ga me klaarmaken voor bed. Het is nu 10:30 of zo. En ik moet even uitkijken, want die deur van ons gaat kapot. Kijk, ik weet niet of je het gaat kunnen zien. Kijk, ik weet niet of je het kan zien, maar het stukje hier valt er zeg maar heel de tijd uit. Dus als die deur eenmaal dicht is, dan gaat hij niet zo makkelijk open. Dus ik moet hem heel zachtjes dicht. In ieder geval, het is nu 10:30. We hebben net na het eten gingen we wat spulletjes doen. En dat werd gezellig. Dus ik vond het wel leuk om te filmen. Maar we zitten hier met... Hoeveel man zijn we hier? 20 of zo? Een grote groep in ieder geval. Zijn we hier. En ik ga niet dat allemaal filmen. Zeg maar, ik ga niet iedereen filmen. Dus dan is het met dit soort dingen moeilijk. Ook omdat er muziek bij is en zo. Dus een beetje moeilijk. Maar we hebben in ieder geval wat spelletjes gedaan. Met muziek op de achtergrond. En was leuk. Dus eigenlijk iedereen uit. Behalve ik. Ja, en de ouders dan. Maar ik moet heel eerlijk zeggen. Ik weet niet waar iedereen de energie vandaan haalt. Om elke avond uit te gaan. Ik kan dit gewoon niet. Ik heb gisteravond de poging gedaan. En toen was ik om... Hoe laat was ik terug? 10:45 of zo. Volgens mij was ik echt 1,5 uur weg. Dus ik weet niet hoe mensen het doen. En wat ook best wel zonde is, is wij zitten dus nu in een Dutch Week. Dus je hebt allemaal tent met allemaal Hollandse muziek en weet ik het allemaal. En ik heb ook kaartjes gekocht voor de 360. Dat is een restaurantje, club of zo zeg maar, wat op de piste zit zeg maar. En daar... Heb ik, wat dat is, ik heb daar €70 voor betaald voor een kaartje zodat ik daar de hele week heen kon. En ik ben er gewoon nog in één keer heen geweest. Terwijl, hun zijn er al, welke dag is het vandaag? Dinsdag, dus we zijn er al 3 keer heen geweest. En eigenlijk heb ik nog 3 dagen om heen te gaan. En vrijdag is een beetje impactdag, dus eigenlijk 2. Dus ik ga morgen denk ik toch proberen. Alleen, elke keer zeg ik tegen mezelf, ik ga... En dan einde van de dag ben ik zo moe door het snowboarden. En morgen is het weer veel minder. Dus dan is het wel heel koud buiten. Want het is wel buiten. Maar goed, moeten we wel doen. Want ik heb wel kaars gekocht. En het is eigenlijk echt zonde dat ik gewoon al 3 dagen niet ben geweest. Maar ja, dat is eenmaal zo. Nu heb ik eigenlijk niet eens tijd gehad om te douchen nog. Nog steeds. En het is bijna 10:45. Dus ik ga even lekker douchen. En dan het bedje in. Oh, oké. Okay. Wacht, dan heb ik wel mijn hoofd erop. Oh. Het is donderdag. Het is donderdag. Donderdag. Het is woensdag. Het is woensdag. En je filmt niet zo goed. En ja, weet je wat nare is? Elke keer film ik in de ochtend. Alleen ja, we doen elke keer hetzelfde. We gaan weer de piste op. Wat? Dus het is niet heel interessant om te vertellen. Nee. Au, 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 au. Au. En de struggle van de schoenen aankrijgen. Met blaren. Dat is wel een goeie, met blaren. Och, mijn kleine teen doet ook pijn in deze schoen. Ja. Kun je eens even nog een keer aanwijzen, hè? Hier. Ben je iemand dit te zoomen? Waar zo? Hier. De schoen is vies, man. Ja, duh. Voor mij zijn gewoon schoon, kijk maar. Nee hoor, aan de zijkant niet. Ze zijn gewoon tjatsje, kijk eens helemaal schoon. Ik krijg ervan als je fanatiek snoem wordt. Nou, je spullen vies. Ja, maar dan doe je het wel goed. Je hebt nog geen spierpijn gehad. Helemaal wel. Ik heb gisteren spierpijn gehad. Wat zeg jij? Amper kramp of zo. Volgens mij heb ik de eerste nacht gewoon 10 keer wakker gelegen omdat ik kramp kreeg. Dat heb ik tegen je gezegd. Dus niet zeggen, ik heb gewoon hard gesnoemd.
Nou, we hebben net gegeten en we zitten nu inmiddels weer bovenaan de piste. Eigenlijk dezelfde tas die we vanmiddag hebben gepakt. Toen hadden we hier wat gedronken. Je ziet het niet hier. Alleen nu hebben we iets minder uitzicht. Het is echt aan het sneeuwen en koud en donker. Maar het kan erger. Ik heb erger meegemaakt. Dus jij ook? Vaak ben je op wintersport geweest? Oh, gisteren bedoel je. Ik heb al vaak meegemaakt dat ik niks zag en dat alles nat werd. Dus in principe is te doen. En nu gaan we door naar de 360. Dat is een café, een eettent zoals dit eigenlijk. Maar dan feest daar. Ja, goed verhaal. Ik ga wel even kijken of ik dat ding voor mijn neus kan doen. Want het is wel een beetje koud. Terug. Het was een lange dag. Oh, ik hoor iemand ernaast. Pieter. Het was een lange dag. Want wij waren om 8:15 thuis. En ik stond om 9:45 of zo op de piste. Het was een lange dag. Het was wel heel leuk bij 360. We hebben ook een trui gekocht allemaal. Dus dat was wel grappig. 360 zat erop, valt er ons. Dus, en hij is oprecht heel chill. Hij is heel lekker zacht aan de binnenkant. Dus dat is nice. Nu heb ik ontzettende pijn in mijn voeten. En ik zie er ook weer niet uitzien. Ik snap er niks van. De zon scheen voor de helft vandaag. En ik heb zo... Ach, ik weet het ook niet meer. I don't know. In ieder geval, ik voel me zo ontzettend vies op dit moment. Dus ik ga douchen, want iedereen is boven voetbal aan het kijken. Ik werd even onderbroken. Mama kwam mijn kamer binnen. Want ik weet eigenlijk niet waar ik was gebleven. Maar het is zo, ik had gisteren al blaren op mijn, ja, wat was het, onderbeen een beetje. En net dacht ik, oh, ik voel weer een blaar komen, maar dan bij mijn enkel een beetje. Nou, dat is dus één grote plek geworden. Toen ik mijn schoenen uittrok, was er niks aan de hand, kon gewoon mijn voeten lopen. En toen hebben we net gegeten en toen ging ik opstaan. Toen had ik echt het gevoel alsof mijn voeten helemaal dik waren. En volgens mij heb ik nu echt blaren onder mijn voeten. Of tenminste... Het zijn beginnende blaren, merk ik. En mijn voeten zijn helemaal dik. Ik heb geen idee. Ik heb niet gevlogd. Jawel, maar heel kort. Je ziet niks. Het is donker. Het is... Het is donderdag, toch? Donderdag. En we hebben vandaag niet gesnowboard, want je ziet helemaal niks. Het sneeuwt alleen maar. Dus we zijn even snel het dorpje in geweest om heel veel kaas te halen. En mijn voet doet nu nog steeds pijn. Ik weet niet of dat gisteren heb verteld, maar hij was een beetje dik en nu klopt hij weer. Dus nu gaan we even op het terrasje wat drinken. Maar het is echt, je ziet... Oké, nu wel. Wat in de bergen niet. Ja, vind ik wel heel snel. Het is inmiddels heel veel later. Ik weet niet eens meer waar ik was gebleven met het filmen. Het is nu 12:30. Het is 12:30. Vanavond was er voetbal en dat wilden we kijken ergens, maar dat was te vol. Dus uiteindelijk zijn we thuis gebleven. Moet ik zeggen, ik heb niet veel meegemaakt van de voetbal, want ik ben gewoon compleet in slaap gevallen. Terwijl iedereen aan het gillen was. Ik was gewoon heel moe. En wat ook heel kut is, is dat net na het eten of tijdens het eten een beetje, begon ik heel erg veel keelpijn te krijgen. En dat is gewoon alleen maar erger geworden. En daar heb ik echt geen zin in. En het heerst hier een beetje, want volgens mij hebben we al 3 mensen keelpijn gehad deze week. En best wel wat mensen zijn aan het hoesten, dus nice. Maar ik heb hier gewoon echt geen zin in. Want zodra ik keelpijn heb, dat is bij mij altijd meestal gelijk raak. Als in keelpijn, hoofdpijn, oorpijn en zo. En nu ga ik me klaarmaken om de bed te maken. Er is nog allemaal muziek en mensen gaan nog uit. Want het is in principe de laatste... Niet de laatste avond, morgen is de laatste avond, maar zaterdagochtend vertrekken we vroeg. Dus morgen gaan ze niet uit. Maar ik ga dat niet doen. Ik ga het mezelf niet aandoen. Dus ik ga gewoon lekker in bed liggen.
en slapen, want ik ben echt heel moe. Vandaag is even een dagje niet gesnowboard. Het komt niet vaak voor dat we op wintersport een dag niet snowboarden. Maar ik dacht dat het wel zo handig was met mijn voeten. Het was vanochtend ook heel erg raar tijdens het uitleggen, want ik ging ineens met mijn ouders naar buiten en het was volgens mij een beetje vaag hoe wat vandaag. Maar omdat het dus zo slecht weer was en je niks kon zien, zijn we niet weer snowboarden. En omdat gisteren toen ik thuis kwam mijn voeten helemaal opgeblazen waren met blaren ook en dat soort dingen, dacht ik even niet. Want het deed gewoon pijn met lopen. Dus ik hoop dat ik morgen gewoon lekker kan snowboarden. Want morgen is de laatste dag snowboarden. Dus ik hoop dat het gewoon nog een beetje prima te doen is. Maar voor nu ga ik slapen. En dan hoop ik dat ik morgen fris en prettig wakker word. Het is vandaag vrijdag, de laatste snowboarddag. En we staan alweer op de piste. Ik heb nog steeds kielpijn. Maar het is de laatste dag, dus ik ga gewoon snowboarden. Bye! Draai je nou of niet? Oh jawel. Oh, ook nog. Nou, gaan we het bord aan doen. Een afdaling gehad. Twee afdalingen gehad. En nu gaan we wat drinken. En ik ben een beetje moe. Die keelpijn hakt er wel in. Maar goed. Het is vandaag zaterdag. Het laatste wat jullie hebben gezien was volgens mij op de piste. Ik had gisteren al gezegd dat ik last had van mijn keel. En gisteren na het skiën, toen ik ging douchen, toen werd ik helemaal niet lekker. Toen ben ik zo ziek geworden. Keelpijn, maar ook heel erg kort. Gisteravond zouden we met z'n allen uit eten gaan. En uiteindelijk is iedereen gegaan behalve ik. Ik lag op bed. Ik voel me gewoon echt niet lekker. Ik heb ook de hele nacht liggen draaien. Lopen zweten, weet ik het allemaal. En nu zijn we onderweg. Voel me nog steeds niet top. Ik voelde me echt heel slecht vanochtend, maar nu gaat het al ietsjes beter, niet top. En nu zijn we onderweg naar huis. Dus het is wel jammer dat we zo moeten afsluiten, maar ik was echt niet lekker. Maar ik ga zo plassen voordat we weer door moeten. Heb je geplast? Ja. Wauw. Nee. Chloe, die doet de camera aan. Ze zet hem aan. Het eerste wat ze zegt is, nou, ik heb geplast. Ja, ik had dat gezegd. Ik ben inmiddels terug thuis. Het is nu inmiddels 10:30. Best wel laat. En ik heb me al helemaal klaargemaakt en al naar bed gegaan. Ik heb vandaag niet zoveel gefilmd, omdat we dus alleen maar onderweg waren. We hebben er 13,5 uur over gedaan om thuis te komen. En op de heenweg heb ik heel erg veel gereden en Roan een deel. Maar op de terugweg heb ik eigenlijk helemaal niet gereden. Omdat ik me dus zo naar voelde. Misschien is het even beter om nog even een uitleg in totaal te geven. Want ik weet niet hoe duidelijk het nou was in de auto. Ik had dus al tegen jullie gezegd dat ik keelpijn kreeg. En vrijdag stond ik gewoon op de piste. En op een gegeven moment begon het gewoon heel erg hard te sneeuwen en te regenen op de piste. Dat het niet meer te doen was. Dus stopte ik ermee, hebben we onze skispullen ingeleverd. En toen ik thuis kwam, wilde ik douchen en dan daarna mijn spullen inpakken. Want in de avond zouden we dus het eten gaan. En toen ging ik douchen en ik kakte gewoon helemaal in. Ik voelde me ineens helemaal niet lekker. Niet alleen voor mijn keelpijn, maar gewoon zodra ik keelpijn krijg, begin ik me gewoon helemaal niet lekker te voelen. Gewoon heel erg beroerd en zo. Dus toen besloot ik weer even te gaan liggen, want we gingen uit eten. Dus ik dacht, dan doe ik het wel anders na het eten. Mijn tas inpakken en nu even uitrusten. En eigenlijk werd het alleen maar erger. En toen had ik me even snel aangekleed om uit eten te gaan. Ik had verder ook echt geen moeite gedaan, want ik kon dus gewoon niet eens echt op mijn benen staan. Zo beroerd was ik. En ik zat daar in dat restaurant. En het ergste is nog, ik voelde me zo niet lekker dat ik gewoon heel de tijd moest huilen van de pijn. Ik wist gewoon niet wat voor houding ik mezelf moest geven. Dus uiteindelijk heb ik niet eens wat besteld en ben ik gewoon direct weer teruggegaan naar het huisje. We hebben allemaal daar gegeten en toen ben ik teruggegaan.
ben ik in slaap gevallen. Heb ik echt de meest rotste nacht ooit gehad. Want ik had koorts. Dus ik bleef maar bewegen. En zo warm. Maar ook koud. Nou ja, je weet hoe het is. Koorts. En we zouden heel erg vroeg vertrekken. Rond 6 uur. Mijn moeder zou me helpen in de ochtend met mijn koffer inpakken. Omdat ik dat dus niet echt heb kunnen doen. Ik moet niezen. Oh. In de ochtend voelde ik me zo slecht. Maar echt, ik weet niet wat het was, maar gewoon alles tegelijk. En ik dacht ook bij mezelf van, ik weet niet hoe ik ooit in die auto ga stappen. Ik wist het echt niet. Dus ik heb mijn joggingbroek aangedaan, een trui. Ik heb mijn haar vastgemaakt. Mijn moeder heeft alles in een tas gepropt. Normaal gesproken doe ik allemaal helemaal goed mijn tas inrichten, zodat het makkelijk uitpakken is. Maar nu dacht ik, gooi het maar in, ik zie het thuis wel. En toen ben ik de auto ingegaan en ik was best wel zenuwachtig voor de reis omdat ik me zo naar voelde en me nog de berg naar beneden moest en ik ben wagenziek, dus dat is echt top. Maar eigenlijk ging dat verbazingwekkend wel oké, omdat ik gewoon heel moe was. En ik ga deze week vlog ook afsluiten, want morgen wordt waarschijnlijk uitrusten en spullen opruimen en alles. Dus niet heel interessant meer. Dus ik hoop dat je week vlog leuk vond. Als je het leuk vond, vergeet dan geen blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren hieronder om meer van mij te zien. En dan zie ik je op bij mijn volgende video. Doei doei!